zijn we bij de tweede shootdag van de Boeren en Boerinnenkalender voor 2025. We zijn bij boerderij Het Sikkink. Voor mij een thuiswedstrijd, want mijn ouders wonen hier. We gaan lekker loeren. Ga je mee? Voordat we beginnen, doen we altijd even een rondje met de boer. We gaan op zoek naar de leuke plekjes en kijken welk model waar geshoot gaat worden. Hierachter zijn ze aan het kijken bij de schaapjes langs de beek. Achter in de bus hebben we Olympus. En Olympus gaat vandaag ook op de foto. Olympus heeft geluk, want er is een stal aanwezig. Dus ze mag lekker de stal in. Ik zie dat je niet alleen bent gekomen, want wie heb je meegenomen? Je paard natuurlijk? Ja, en mijn moeder en mijn beste vriendin. En ze zijn ook aan het filmen voor mijn kanaal op social media, want dit gaan we natuurlijk goed delen. Vertel eens, ik zie vieze knieën. Ja, ik heb net hier in de moestuin gezeten. En wat doe je precies in de moestuin? Sexy zijn. Oh, de buurman staat ook in één keer in de wei. Ik snap het wel. Ik had ook even gegluurd. Ziet er goed uit vanaf hier. Dus even kieken. Kijk, de deur los. Hoppatee. Oh, even een beetje pompen. We kunnen nog wel wat mooier, hè? Oh, ja, leuk. Dat krijgen we gewoon gratis en voor niets vandaag, hè? Oh nee, dit tikkie krijgen we achteraf, denk ik. En hoe doe je dat nou precies? Want die spieren moeten een beetje zichtbaar zijn. Heb je nog een beetje getraind? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nou, 1, 2, 3, 4. De vorige had het 30. Oh. Ik zie adertjes komen, hoor. Dit is goed. Moet ik er nog bovenop gaan zitten ook? Of? Hij heeft niet zoveel push-ups nodig, zie ik al wel. Ik zeg klikken met die camera en je hebt hem gewoon. Mama vindt het heel leuk even op de camera, maar nee, helemaal niet. Mannen heb je niet altijd in de tuin staan. Nee, dat klopt. Nee. Dat is wel uitzonderlijk nu, hè? Ja. Je mag niet alles verklappen, maar wat heb je aan? Jeans. Jeans. Ook een stukje tonen of mag ik dat niet? Nou, een heel klein stukje. Heel klein stukje. Oeh. Kun je een klein beetje vertellen wat je aan hebt? Zwart met kant en een spijkerbroekje. Onze cameraman die wist dus even niet wat kant was. Dus voor de boeren die niet weten wat kant is. Het is dus gewoon een beetje doorschijnend sexy kant. Vertel eens even, wat doe jij? Ik doe de boeren en boerinnen eigenlijk vooral uitkleden. Hoe kom jij aan die kleding? Heel veel hebben we eigenlijk door de jaren heen verzameld. We gaan eigenlijk voor elk seizoen weer één dag shoppen. Dan hebben we iedere keer weer wat nieuws mee. Want alles wat gedragen is, dat gaat dan ook gewoon gelijk eruit. Gaan we een rondje op de trekker hier met Marvin? Ik zit niet vaak zo bij de boeren in de trekker. Ik heb ook niet vaak een mooie vrouw mee op het trekken. Oh, noem maar. Wat een geluksdag. Miep, miep, miep. Dat ik helemaal geen trekkerrijbewijs heb. Jij hebt hem gewoon gekregen met een pakje boten, zeggen ze dan toch? Ik hoor te krijgen dat als boerenzoon. Oh, zo werkt dat dus. Leon wil het een beetje. Het is hartstikke moeilijk. De shootdag zit er weer op. We zien jullie graag de volgende keer in Twello. Doei doei!